Zo, dan gaan we eens even de Dalse kranten lezen van 1 oktober 1970. Dus dat is 35 jaar geleden. En dat was de tijd dat het ook al de oprechte Dalse krant hadden. En die werden nog gemaakt bij... Kijk, uitgever, redactie en administratie S-Huis NV. Jawel. Raadhuisstraat 2, Dalfsen, telefoon 444. Wat een sterren hier betekent, dat weet ik niet. Nou, we zullen eens kijken wat er 35 jaar geleden aan de hand was in Dalfsen en in Nieuw-Leusen. Loon met Lester maar eens beginnen, want dat is het hoofdartikel aan de meid. Ondanks dat de Dalfsen krant toen, dacht ik, vooral op Dalfsen gericht was. Er stiet hier een groot bericht, tas toe in Nieuw-Leusen. Kant- en klaarmenu's voor bejaarden. Dat was toen een woord wat nog gebruikt mocht worden. Is vandaag, donderdag 1 oktober, gestart met een bijzondere service. Die, voor wat betreft bejaardencentra, uniek is in ons land. De bejaarden uit de gemeente Nieuw-Leusen kunnen namelijk vanaf heden warme maaltijden betrekken van dit bejaardencentrum. De kant-en-klaarmenu's worden hygiënisch verpakt in bakjes van aluminium, plastic, folie. Aluminium, plastic, folie. En diepgevroren bij de bejaarden thuis bezorgd. Waarna deze op heel eenvoudige wijze hun maaltijd in 20 à 25 minuten kunnen koken. De bejaarden die van deze bijzondere dienstverlening gebruik willen maken, hebben de keuze uit maar liefst 30 verschillende menu's. Met daarnaast nog 7 vetarme en 7 zoutarme menu's. En dat alles tegen een prijs van slechts 2,75 gulden. Indien de maaltijd moet worden thuis bezorgd. En 2,50 indien men het komt afhalen. Het idee voor deze dienstverlening is afkomstig van de directrice van de Hulskampen, mejuffrouw A. Mansier. Nou, dat was toch een vooruitstrevend gebeuren. Even kijken, wat is dit? In de gemeente Nieuw-Leusen gaan de bejaarden vanaf vandaag dus toetasten. Mejuffrouw Mansier verwacht er veel van. Het zal eerst nog wel even de bekende kat uit de boom kijken zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat deze vorm van dienstverlening gewaardeerd gaat worden. Ja, dat was het begin van Tafel die Dekje, hè? Goed, wat zien we verder op de voorpagina? De VV Honorst neemt kleedkamers in gebruik. Nou, eens even kijken wat er weer ziet. De voetbalclub Ens zal aanstaande zondag als eerste vereniging in de nieuwe kleedaccommodatie van de voetbalvereniging Honorst ontvangen worden. De werkzaamheden zijn namelijk zo ver gevorderd dat de kleedkamers zondag in gebruik genomen kunnen worden. Daarmee zal de oude, bekende portaal definitief een nieuwe bestemming hebben gekregen en in niets meer herinneren aan waarvoor het vroegere dienst deed, namelijk als koeienstal. En dan verderop stiet er, zondag is het dus zover dat de kleedaccommodatie in gebruik genomen kan worden. Er is de afgelopen weken enige stagnatie ontstaan doordat enige helpers bij voetbalwedstrijden geblesseerd raakten. Het gevolg hiervan is onder meer dat men aanstaande zondag nog niet de beschikking zal hebben over warm water. Maar een koude douche werkt net zo verfrissend. Uitroepteken, aldus de redacteur van de oprechte Dalfser. Dat valt me meer op dat de redacteur niet bang was om ze nu en dan ook een stukje eigen mening neer te leggen. Even kijken wat hier staat. Voorzitter A. Eikelkamp, met wie wij hierover spraken, is enorm ingenomen met de nieuwe accommodatie en met hem de hele vereniging. Zoiets moois hebben ze in Dalfsen niet, meent de heer Eikelkamp. En zo is het ook inderdaad. Kijk, rijm weer. Ten slotte nog hier een stukje. Oh, heet niet meer goed. Het is niet uitgesloten dat tegen die tijd de tafeltennisvereniging en de voetbalvereniging een fusie aangegaan zullen hebben, want plannen daartoe zijn er al. De besturen van beide verenigingen hebben hier overal wel een gedachte gewisseld. En in principe voelt men er wel voor de tafeltennisvereniging onder te brengen bij de voetbalvereniging als een eigen afdeling. Definitieve plannen zijn er evenwel nog niet en ook de leden zullen zich er nog over uit moeten spreken. Nou, dat is volgens mij nooit wat we hebben. Eens even kijken wat we hier hebben. De Algemene Ledenvergadering Sportvereniging Dalfsen, SVD. Door is ook het nodige te doen in West, want wat zien we hier? Het was de eerste algemene vergadering in dit clubhuis na de ingebruikneming op 27 december van het vorige jaar. Voorzitter Vrielink noemde dit een van de hoogtepunten uit het voorbije verenigingsjaar en stond daar uitvoerig bij stil. Nou, de exploitatie gaat allemaal geweldig, het ledenaantal is ook oké, maar dan... In het kort belichtte de voorzitter de resultaten van de diverse afdelingen waarbij hij zijn grote teleurstelling uitsprak over het meeleven van de ouders met de sportbeoefening van hun kinderen. Ik vind het onbegrijpelijk als dus de voorzitter dat de ouders niet meer belangstelling tonen. Waarom komen ze niet eens kijken, of niet eens kijken, ja, dan kun je twee lijnen lezen, naar een pupillen- of juniorenvoetbalwedstrijd? Of waarom moedigen ze onze jeugdige handbalspeelster niet eens aan? En dan komt de redacteur weer.
Mogen zijn dringende oproep tot de ouders eindelijk eens weerklank vinden. Uitroepteken. Zo is dat. Nou, hier staat nog wat over een aantal namen. Bij de bestuurs... Even iets verder inzoomen. Bij de bestuursverkiezing werden de heren A. Vrielink, algemeen voorzitter P.J.J. Schenk, voorzitter afdeling Gym en G.W. Uilen herkozen. De heer Uilen werd tevens gekozen tot algemeen secretaris. Zulks in de plaats van de heer C.Z. Halfman, die om studieredenen deze functie heeft neergelegd. Wel blijft hij zitting houden in het bestuur en wel voor de afdeling voetbal. Tot secretaris van deze afdeling werd benoemd de heer G. Grobé. Nou, en dan hebben we hier nog voor de samenstelling van het Clubblad werd een nieuwe redactiecommissie samengesteld waarin zitting hebben de dames Gerry Wildvank en Ans Schoolemmer en de heren H. Krol, H.J. Visser en B.G. Kloosterman. He, dus je ziet hier dat in 1970 werden de dames met de voornamen al aan het Duits en de heren die behielden nog hun voorletter. Om toch nog een beetje verschil te houden, hè. Een verschil moet er wezen natuurlijk. Nou, dan hebben we hier een drama over de openbare kleuterschool. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Waar blijven kleuters deze winter? Zoals bekend is enige tijd geleden een actie gevoerd door de ouders waarbij besloten werd de kleuters na 1 oktober niet meer naar dit oude schoolgebouw te sturen. Het gemeentebestuur was gevraagd een andere ruimte beschikbaar te stellen. Het ging dan over de kleuterschool in dorp Dalfsen. Aan wethouder A.J. Diepman, die de oude avond bijwoonde, werd bij de rondvraag de vraag gesteld hoe de zaken ervoor staan. Wethouder Diepman deelde mee dat het gemeentebestuur alsnog wil trachten zodanige voorzieningen te treffen dat de kleuters nog kunnen overwinteren in het oude gebouw, waarbij onder meer gedacht werd aan het plaatsen van oliekachels in hal en toiletten. Daar was het kennelijk het koolste. Uit de reacties van de ouders bleek evenwel duidelijk dat men er niets voor voelt de kleuters deze winter nog naar de oude dorpsschool te sturen. Wil men het bewoonbaar maken, dan moeten, naar de mening van de ouders, zeer hoge kosten gemaakt worden. En dat zal de gemeente wel niet doen, nu de nieuwe kleuterschool het volgende jaar gereed komt. Dus er was niet zoveel vertrouwen in de woorden van de wethouder. Wethouder Diepman zegt ertoe dat het gemeentebestuur de oude commissie zo snel mogelijk zal uitnodigen voor een gesprek, om tot een bevredigende oplossing te komen. Nou, dat was allemaal nog niet zo makkelijk. Hola. Ik wil nog eventjes hier kijken wat er in Limmelveld aan de knikker was. Want de burgemeesters van Dalfsen en Ommen openden Rijmink. Eendrachtig en in goede harmonie, dus dat was kennelijk nieuws, hebben de burgemeesters van Dalfsen en Ommen dinsdagmiddag in Limmelveld staan touwtrekken. Zij deden dat bij gelegenheid van de opening van Rijmink's zalencomplex annex, café, restaurant en bar. En onder de toeziende ogen van enige honderden genodigden. Dat touwtrekken bestond uit het verwijderen van een doek dat een groot deel van de oostgevel bedekte en waarachter een fraai kunstwerk schuilging. Beide burgemeesters, de edelachtbare heren J.M.E. Volgers en meester C.P. van Reewijk, waren voor deze onthulling aangezocht, omdat het hier een grensgeval betreft. Want aan de overzijde van de straat is men op Ommer gebied. De burgemeester vergeleek de zaak van de familie Rijmink met een kind. Een kind kan door een goede opvoeding en als het niets overkomt, opgroeien tot een volwassen mens. Zo ook is het deze zaak vergaan. Van eenvoudig slepersbedrijf boerderij café is het uitgegroeid tot wat het nu is, zodat met recht van een voorspoedige groei gesproken kan worden. Nou, doe hier de doek. De krant die is hier platgelegd bij het scannen. Dat is allemaal dankzij de gemeente en de historische kring. Dus we springen eventjes van de voorpagina naar de achterpagina. Wat maakt het uit? En dan zien we hier nog een fijne aanbieding van de firma HH Jacobs. Die kunnen we natuurlijk niet overslaan. Want, let even op, Simca. Simca 1301, een zeer representatieve auto. Met grote koffer. En prachtig ventilatie- en verwarmingssysteem. Voornaam van lijn. Dat zal deze lijn wel wezen, denk ik. Met een zeer betrouwbare en economische motor. Goed voor lange ritten zonder enige vermoeienis. En leverbaar in 2 uitvoeringen. Nou, was het er nog maar. En dan hebben we hier nog een belangrijke oproep van Benny Wilmink, Sallands grootste taxi- en autoverhuurbedrijf. En die zoekt een ervaren automonteur, een nette pompbediende,
voor twee ploegendienst, liefst in het bezit van rijbewijs. En nog een net persoon. In bezit van rijbewijs voor alle voorkomende werkzaamheden. Dus ik denk dat die dus en automonteur en pompbediende moet wezen. En taxichauffeur. Benny Wilming, Zalands grootste taxi- en autoverhuurbedrijf. Jawel. Nou, en dan hebben we hier nog een leuke advertentie van de Spar, hè. De grote Spar in Dalfsen. En die had al allemaal aanbiedingen, waaronder een kinderzitje. En wat ik zelf nog nooit wist, maar wat hier duidelijk ziet, is dat het meervoud van Spar is sparen. Want alleen de Spar heeft Spar Familie Service zegels. Spar Familie Service zegels en gratis spaarpunten. Wat was het toch een geweldige titel. Alles ongeveer gratis. Nou, eens even kijken, volgende pagina. Dit is pagina 2. Er zit een heel verhaal uit 1640. Nou, dat is heel ver terug. Wij gaan eventjes naar wat persoonlijk verhalen. Want ik zie hier benoemingen. Mevrouw G. Hutman uit Ommen is met ingang van een nog nader te bepalen datum benoemd tot schrijver der gemeentesecretarie van Dalfsen, afdeling Financiën. Tot klerk is met ingang van 1 oktober benoemd de heer A. Krabbe uit Zwolle. En bij het bureau gemeentewerken Dalfsen is benoemd tot bouwkundig opzichter in tijdelijke dienst, dat dan weer wel, de heer J.M. van Hulzen uit Dalfsen. Hij wordt onder meer belast met het toezicht op de bouw van de 112 vanerwoningen in het plan De Polaar. En dan hebben we hier nog de burgerlijke stand. Dus even eventjes kijken wie er geboren is. In de periode 24 september tot en met 30 september 1970. Dat zijn dus mensen die nu 45 jaar bent. Ik zei net 35, maar het is 45. Geboren Frederik Jan, zoon van J. Esseling en C. van Gelder, Welsemerstraat 10. Diede, zoon van D. Bonte en J. G. Beumer, Veldweg 10. En Martin Gerard, zoon van G. van den Broek en E. Boverhof, Essingstraat 7. Tot zover de benoemingen. Er is ook een overlijden te melden. En dat is van Jan Lindhorst, weduwnaar van Marina Johanna Stillewacht. In de ouderdom van 83 jaar. En die woonde aan de Stuw 2A3. Nou, daar ben ik echt nog volop adverteerd. Bij gebrek aan internet. In de Dalfse Krant. En wat denk je hiervan? Autorijden wordt steeds duurder. Tank daarom vrije merk benzine. Super, 60,3 cent. Dus dat is, eventjes snel rekenen, 27 eurocent. En normaal 58,1. Dus dat is ongeveer 26 cent, 26 eurocent. En het was al steeds duurder. Dus de conclusie is, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. Tevens het adres voor goede gebruikte automobielen. Tankstation en automobielhandel F.J. Lindeboom, Vossensteeg 57. Ankum, telefoon 828. Gaan we toen maar een flinke tank volle kocht. Eens even kijken wat hier voor bijzondere aanbieding is. Bied zich aan. Jong meisje voor de dinsdagmiddag in het dorp. Nou, dit lijkt me een advertentie die ik tegenwoordig niet meer moet plaatsen. Net meisje, 21 jaar, zag zich gaarne geplaatst in een winkel. Ja, ik ben benieuwd wie er dan is. Maar goed, de benzine was goedkoop. En bovendien was er ook heel veel te verdienen bij de bank. Want kijk eens even. Spaarbank Eigen Haard. Aan de Wilhelminastraat 37. Die biedt rente minimaal 4,5%. 2 jaar vast 7%. Kijk. Dat was de goede oude tijd. 7% rente. 2 jaar vast. En, oh. Dan lopen we nog eventjes langs de slager. Hassing natuurlijk. Vrijdag en zaterdag aanstaande 700 gram gehakt. 2,98 gulden. En dan hebben we hier nog een vette combinatie. 100 gram boterhamworst en 100 gram leverkaas. Samen 78 cent. Nou, dat is toch bijna van niks. Slagerij J.S. Hassing. Nou, dan hebben we hier de kleintjes. Even kijken wat door is dit.
Te koop een drieroedige hooiberg. Van de weduwe A. Katgert, Hessenweg 103. Ja, ja, nou. Pagina 6. Er stiet nog een leuke advertentie van kunsthandel De Belte. En wie weet het nog? Speciale aanbieding, fluwelen bandjes. 2,95 aan het burgemeester van Bruggenplein te Dalfsen. Wat ook heel belangrijk was, was natuurlijk de toenemende vergrijzing. En wat denk je hiervan? Ik ben je opa niet. Geef me liever wat om handen. Veel bejaarden willen werken. Kunnen werken. Vraag ze per annonce. En gebruik dit vignet 65+. Dus dit was kennelijk een oproep om de AOW-leeftijd niet te serieus te nemen. Dus mensen ook nog hun 65ste te laten werken. Nou, actueel zou ik zeggen. Even kijken wie hoe het met de voetbal is. ASC. Zaterdag krijgt het eerste elftal Nieuw-Leuzen op bezoek. Waarmee al vele jaren toernoois worden uitgewisseld. En dan was de opstelling voor de volgende wedstrijd al bekend. Dus dat is dan toch ook knap. Want die moest je wel mee het nieuws inleveren voor de dinsdagmorgen. En dan stond het donderdag in de krant. Opstelling. ASC 1 tegen Nieuw-Leuzen 1. G.J. Nagel. Kamol, Jero Zink, Erzelle, H. Kouwen, H. van Pijkeren, A. Mol en J. Ganzenboer, F. Wielink, F. Zelle en H. Koelewijn. En op de reservebank was al bekend dat er zal zitten H. J. Holzappel en R. van de Kolk. En het tweede bestond uit D. J. Wennemars, J. Beumer, H. Vreeburg, en E. Nijhoff. Dan hij Johannes Beumer, J.W. Holzappel en H. Lahuis. En dan G. Hoekman, J. Ergens, H. van de Vecht en H. J. Stokvis. Met als reserves J.W. Bremmer en C. Kamphorst. Dus, dat was onze ASC-trots van toen. Nou, dan bent u de laatste twee pagina's van de Dalfser van 1 oktober 1970. Nou, dan hebben we hier de NKB, die viert het 40-jarig bestaan. Nu, tot november, gratis jubileumzegels. Het was mij toch ook een geplak en gespaar. En waar je dus ook kon kopen was Quick Up. Het is goed. Co drinkt het. Ik weet niet wie Co is. Co van Dijk? Rientjes zelfbediening, dat is de NKB-winkel. Grote zelfbedieningszaak in de Wilhelminastraat 10. Nou, maar de concurrent die zat niet ver weg. Want dat was natuurlijk de Centra. En de Centra die had ook zo nodig zijn aanbiedingen. En wat denk je hiervan? Capucijnes. Van 69 cent naar 55. Dat is de moeite waard. Maximaal 3 blikken, hè? Per 1 eende blik. En dan hebben we ook al Piccalilli. Dat is een beetje modern. Met maar liefst 6 cent korting. Van 75 voor 69 cent. En dat is dan wel weer per 1 derde pot. Dat zou wel 1 derde liter wezen, denk ik. Allright. Nou, dan hebben we hier nog een interessante waarschuwing. Keukenprinsessen in diepvries. Stort u niet te vlot in de armen van de keukenprinsessen. Aldus een waarschuwing in de consumentengids in verband met twee onder dezelfde naam, keukenprinses, werkende organisaties die een grote vrieskast en pakketten diepgevroren levensmiddelen via colportage aan de man proberen te brengen. De Consumentenbond vindt de kast bijzonder duur en hoe het met de leverantie van de levensmiddelen gaat, moet men nog maar afwachten. Bovendien moet men voor 200 gulden per maand aan diepgevroren vlees, groenten en toetjes, dat is niet tussen aanhalingstekens, dus dat is kennelijk nog niet zo'n bekend woord, afnemen voor een gezin van 4 personen. De werkelijke uitgaven voor deze levensmiddelen in de doorsnee Nederlandse gezinnen zijn veel lager. Alles bij elkaar zijn er voldoende redenen om de keukenprinsessen met reserve tegemoet te zien. Dit mede gezien de manier waarop kast en diepvries aan de man worden gebracht, aldus de Consumentenbond. Nou, dat was een stukje consumentenvoorlichting en dat was niet het enige, want bij gebrek aan Wikipedia
was de Dalfser Courant, dat is toch ook wel bijzonder, destijds ook het grote kenniscentrum voor Dalfsen en omgeving. Kijk, ik zou graag weten. Voor deze rubriek kunt u zenden. Vragen voor deze rubriek kunt u zenden naar de redactie Raadhuisstraat 2 in Dalfsen. En ik zal toch eens aan de redacteur van toen vragen of die dat allemaal zelf opzochten in de grote Oosthoek of zo. Maar de gekste vrouwen komt hier voorbij. Bijvoorbeeld deze cactus. De laatste tijd komen er op mijn cactussen kleine witte bolletjes voor die zich sterk vermeerderen en tenslotte de cactussen bedekken met een witte laag. Wat kan de oorzaak zijn en wat is eraan te doen? Die cactussen zijn bezet. Oh ja, dat is een antwoord. Die cactussen zijn bezet met wolluizen. Onder die wollaagjes zitten roze of oranje platte trage luizen. Ze zitten meestal in groepjes bijeen en vormen een wol of wasmassa, waarin ovaal ronde eieren worden afgezet. Door het zuigen van die luizen worden de cactussen in hun groei geremd. Bestrijding is zeer moeilijk. Enkele exemplaren kunnen gedood worden door ze met een stijf kwastje met spiritus te doden. In grote massa's, zoals bij u het geval is, bespuiten met 10 gram propoxuur of 10 milliliter merinfos. Gewas goed nat spuiten. Deze middelen zijn bij een goede loonspuiter of in een zaak van bestrijdingsmiddelen wel te verkrijgen. Ook de grond ontsmetten of verversen is zeer goed. Geef ze dus allemaal nieuwe grond, waarbij u de oude grond goed verwijdert. Nou, dat is toch belangrijk nieuws. En zo bent er vragen over een haardplaat, een antieke haardplaat, met de vraag of u daar enige inlichtingen over kunt verstrekken. Er is een vraag over waardoor kunnen metalen herkend worden. Bijvoorbeeld zilver heeft als herkenning tegen een zwaardje. Als deze merkjes vroeger anders waren, zou u dit dan ook kunnen zeggen? Nou. Tot zover deze rubriek Ik zou graag weten. En tot zover de Dalfser Courant van 1 januari 1970. 45 jaar geleden, het lijkt wel een eeuw.